Aanbeland. En als dat goed is, en het is altijd goed, dan komt hier zo de drumfanfare aan. En ze staan daar al klaar, ik zie ze staan. Ze hebben een zachte landing gemaakt en ze beginnen nu te spelen. Ze spelen dat andere volkslied van Soesterberg, het Soesterberglied. En zij komen hier naartoe met de vlag. En die vlag is nu nog in het bezit van de staatssecretaris van Defensie. Maar die wordt zo direct overgedragen aan de provincie Utrecht. Kom eens aan. En geef ze even een applaus. De drumfanfare van de Koninklijke Lucht. Kijk, hij maakt ja. De Rentse Zee springt open voor die belangrijke vlag. Komt hij aan die Hello Goodbye vlag, die officieel overgedragen zal worden zometeen. Ik weet, dat is een heel interessante route. Ik zou zeggen, doe niet nog één rondje over de start. Hallo. Hallo, hallo. En dan is daar gedeputeerde meneer Krol. Dan krijgen wij de commissaris van de koningin, de heer Robertson. Burgemeester Noordergraaf van Soest. Burgemeester Janssen van Zeist. Applaus tussendoor, de vlag komt ook naar boven. Wethouder Berkhout van Zeist. En wethouder Middelkoop van Soest komen er ook bij. En natuurlijk de burgemeester Janssen van Zeist. En de vlag komt naar het podium. Kunnen jullie iets met de foto's een klein beetje weg, want we willen graag dit officiële moment met z'n allen meemaken. Ik maak ook even een klein beetje plaats.
Want wat gaat er nu gebeuren? De provincie Utrecht en de gemeente Zeist en Soest zijn de initiatiefnemers van dit evenement. En deze drie partijen hebben gezamenlijk de ruimtelijke toekomst plannen gemaakt voor dit terrein. Het terrein is, dat is het enige nog wat nu moet gebeuren, dat terrein moet van eigenaar veranderen. De provincie Utrecht heeft het aangekocht van Defensie en dit is het moment waarop we dat officieel gaan maken. Waarin de staatssecretaris van Defensie het gebied overdraagt aan de provincie in de persoon van de heer Krol, de gedeputeerde Krol. De vlag is hier en ik stel voor dat staatssecretaris De Vries als eerste even een kort woord spreekt. Ga je gang. We hoorden net een geweldig nummer van Ramses Shaffi. Met drie woorden ja, die ik nu een beetje op mijn hart heb. Lach, huil en bewonder. Lach natuurlijk omdat het mooi is om dit feest hier vandaag te hebben. Om die overdracht te doen en een geweldige toekomst aan dit gebied te geven. Maar huilen natuurlijk toch ook wel een beetje vanuit Defensie dat we dit prachtige gebied kwijtraken. En ik heb net de nodige mensen al mogen spreken. En ik ben blij ook om te horen dat veel van u zeggen, we vinden dat jammer. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik wil zeggen, dat derde woord, bewonder. We zijn hier geruime tijd te gast geweest. Soms voor overlast gezorgd, lawaai gezorgd. En u heeft altijd achter ons gestaan vanuit deze omgeving om dat mogelijk te maken. En zonder u kan Defensie dat werk niet doen. Heel veel dank daarvoor. We gaan er ook hier een mooie toekomst van maken. En ik vraag aan u, blijf Defensie steunen. Dank u wel. Dan wil ik gaan vragen of meneer De Vries de vlag even wil overnemen. En die dan vervolgens wil geven aan de gedeputeerde, meneer Krol. Dat is een heel officieel moment. Daar gaat hij. Alles voor de media hoor ik hier fluisteren. Maar ook voor het publiek natuurlijk. Dus als de fotografen klaar zijn, wil ik dat nog even. Ja, oké. Okay. Dan gaan we nu even het woord geven aan de gedeputeerde Krol. U staat hier op een prachtige plek. Op een bijzonder moment. En ik dank de staatssecretaris heel bijzonder dat wij samen met Defensie dit terrein nou verder mooi mogen gaan maken. En wat is er nou bijzonder dat de gemeente Zeist, de gemeente Soest en de provincie Utrecht voor twee dingen moeten zorgen. 1. Dit was militair gebied en dat zul je altijd moeten blijven herkennen. Met het museum, met de belangrijke gedenkplaatsen zult u ook in de toekomst en deze prachtige baan blijven herkennen dat dit militair terrein was. Maar 2. U kunt er voortaan van genieten. Het wordt niet van de provincie om het te hebben en te houden, maar het wordt van u om de komende jaren van te genieten. We zijn er samen trots op dat we dat mogen doen. Maar het wordt van u en ik hoop dat u er nog in lengte van jaren mag van genieten. Dank u wel. Dan krijgen we het volgende officiële moment. Meneer Krol geeft nu de vlag aan de commissaris van de Koningin. En dat is ook een heel officieel moment. Wilt u ook nog heel kort wat zeggen? Dank heer Krol. Dames en heren, jongens en meisjes. Ruim 100 jaar geleden werd hier een vlag geplant door Defensie en kwam de vliegbasis. En dankzij het goede beheer van Defensie, en ik zeg dat met waardering richting de staatssecretaris, hebben we hier een prachtig terrein gekregen, wat 100 jaar later weer in handen komt van de provincie Utrecht. Indirect, want ook de gedeputeerde zei het al, doordat wij de vlag zullen planten. In Utrechts grondgebied wordt het weer van u. En bent u van harte welkom, dames en heren, jongens en meisjes, niet alleen vandaag, maar in lengte der jaren. Geniet van dit bijzondere terrein. Kom er voor een gedeelte wonen, kom er voor een gedeelte recreëren, maar geniet vooral van de natuur die hier verder zal bloeien en groeien. Dank u wel. Nou, dit was het. De officiële overdracht en onze hoogwaardigheidsbekleders gaan nu onder aanvoering van de commissaris van de Kind met de vlag. Gaan ze af en wij zwaaien ze uit met die gezellige tune. Hello, goodbye!